Daar is die. Mooi zo. Ik ben dus Douwe Iska. Ik ben beleidsadviseur waterkeringen bij Schieland en de Krimp en de Waard. Samen met Bart vertel ik vandaag iets over project droogtemonitoring voor veenkades. Ik ga eerst een start geven door te vertellen hoe de huidige praktijk gaat van droogtemonitoring. En Bart pakt straks op wat er allemaal binnen dit project gedaan wordt. Even kijken. Even mijn muis zoeken. Ja. Ik wil beginnen met een kort stukje tekst waarom we het allemaal doen. En dat komt uit een rapportje. Door een droge zomer is het veen dat normaal gesproken onder de grondwaterstand ligt, droog komen te liggen en is gekrompen en geoxideerd. In combinatie met een hoge grondwaterdruk in de waterdoorlatende grondlaag onder het veenpakket zal dit ertoe hebben geleid dat het veen is opgedrukt. De combinatie grondwaterdruk en druk in de goede doorlatende grondlaag, het lichter worden veen, de geringe schuifweerstand in het veenpakket en de dijkswel zal hebben geleid tot verdere deformatie van de kade, het ontstaan van wellen en het verweken van de bovengrond. Nou, veel van jullie zullen waarschijnlijk denken, dit gaat vast over Wilnis. Maar het is een stukje ouder. Van 24 september 1990 is dit rapport. En het gaat over problemen met het uitdrogen van een boezemkade bij Bleiswijk. Oftewel, de droogteproblematiek speelt al eventjes bij de boezemkades. En dus ook in het beheergebied van Schieland en de Krimp en de Waard. En niet alleen in 1990, maar ook in 2003 hadden wij te maken met een afschrijving van een tussenboezemkade. Vlakbij Rotterdam. En sindsdien is bij ons droogte en droogteinspectie bovenaan de agenda, zeker in bij droge zomers. Voor wie nog moeite heeft om het te plaatsen, hier lag eerst het water. Dan zie je hier de baggerlaag die nog in de sloot zat. En hier de afgeschoven kade. Schieland in de Krimp en de Waard, dit zijn alle waterkeringen in ons beheergebied tussen Rotterdam, Schoonhoven, Gouda en Zoetermeer. En van deze keringen hebben we de keringen hier in rood, oranje en geel aangewezen als droogtegevoelige kades. En dat zijn allemaal boezemkeringen. En waar hebben we dat op gedaan? Waarom vinden we die droogtegevoelig? Gekeken naar het materiaal, dus inderdaad met name of de veen aanwezig is, de conditie van de kering, robuustheid van het ontwerp, recente werkzaamheden, bijvoorbeeld als er recent heel veel klei op is aangebracht, is de kans op verdroging kleiner, droogteschades uit het verleden, de belastingen, de gevolgen in de polder, als er toch weinig misgaat, moet je er dan wel zoveel aandacht aan geven, en ook de gevolgen voor het boezemsysteem. Dit komt uit de STOA-richtlijn die daar ooit voor gemaakt is. En wanneer zeggen we dan het is droog? In eerste instantie kijken we naar het neerslagtekort. Zoals volgens mij heel veel waterschappen dat doen. Bij 175 mm neerslagtekort, dan gaan we inspecteren. Maar dit lijntje is van 13 stations over heel Nederland gemiddeld. Klopt dat dan wel met hoe het bij ons is? Sinds een paar jaar hebben we daarbij ook van Hydronet een neerslag... lokaal, in rijen stukken van een kilometer bij een kilometer. En dan zie je dat er heel grote verschillen zijn, niet alleen landelijk, maar ook binnen ons gebied. Je ziet hier de stukjes met een neerslagtekort van 65 mm. En hier zie je stukken die zitten boven de 175 op dezelfde dag. Dat geeft natuurlijk heel veel inzicht. En wat gaan we dan doen? Als het dan droog wordt, dan gaan we inspecteren buiten. Met de prikstok lopend alle keringen langs. En met een inspectie-app geven we aan van
als er iets geconstateerd wordt wat potentieel een risico is. Ja. Hoeveel hebben we dan te inspecteren? Zo'n 100 kilometer droogtegevoelige kades, die we gemiddeld eens per 2 weken allemaal willen inspecteren. In teams van 2. En daarvoor hebben we ongeveer 100 vrijwillige dijkwachten. En het zal niet verbazen dat als je 100 vrijwilligers op pad stuurt, dat er een enorme stroom aan informatie binnenkomt die je allemaal moet verwerken. Over het algemeen speelt dit tijdens de zomervakantie. Zijn er ook minder mensen aanwezig. Het is altijd topdrukte als er geïnspecteerd moet worden. Nou, alles goed en wel, op zich redelijk ingeregeld, maar er zijn nog wel een heleboel vragen. Zegt het neerslagtekort eigenlijk wel iets over hoe droog een kade is? Dat is een belangrijke vraag voor ons. Maar ook, heeft een heftige bui wel hetzelfde effect als langdurig miezenweer? Of stroomt al het water bij een grote bui meteen van het talud af de sloot in? En wat is eigenlijk de invloed van de vegetatie die op de kering staat? Droogt het nou sneller uit met lang gras of met kort gras? Moet je juist wel gaan maaien of niet? Nou, ik zei er net al iets over werkzaamheden die worden uitgevoerd. Sinds 2003 is er heel veel klei aangebracht op onze keringen. Zijn onze keringen nou nog steeds zo droogtegevoelig als in 2003? Of is het nu een stuk beter? En ook, is het niet beter om te meten hoe droog de kade is, om te kijken of je moet gaan inspecteren, in plaats van dat je alleen maar naar de weersomstandigheden kijkt? En kan dat door metingen te plaatsen in de kades, of kan je misschien wel gebiedsdekkend iets zeggen over hoe droog de kade is? En kunnen we dan gerichter, goedkoper, makkelijker gaan inspecteren? Eigenlijk is een beetje de vraag van, is er niet één heilige graal waarmee ons werk een stuk makkelijker is, dat we het volk precies weten? Daar moeten we zijn voor de inspectie, want daar wordt het spannend. En de rest kunnen we laten zitten. Nou, met al die vragen hebben wij besloten om mee te gaan doen aan het onderzoek van STOA en TU Delft en 3 andere waterschappen. En dan geef ik nu het woord door naar Bart. Ja, dan ga ik eens even mijn scherm proberen te delen. Share screen. Zo, jullie zien mijn scherm. Mooi. Dankjewel, Douwe. Nou, ik ben Bart Strijker. Ik ben onderzoeker aan de TU Delft. En ik werk mee aan het onderzoek rond droogtemonitoring van regionale dijken. Nou, dat voeren we samen uit met de hoogheemraadschappen Delft, Rijnland, Schieland en Krimpenerwaard. En ook STOA Rijkswaterstaat, Miram, wat een bedrijf is in aardobservaties, en de TU Delft. En eigenlijk, we gaan aan de slag met die vragen die Douwe aan het eind stelde. En ook misschien de belangrijkste vraag, wat de aanleiding is van het onderzoek. Is remote sensing een oplossing om die droogteinspecties te verbeteren? Miramap, nou, dat is dus een bedrijf in aardobservaties. Die hebben een aantal producten, waaronder de droogtescan. En de droogtescan die geeft een bodemvochtschatting op basis van satellietbeelden. En dat zijn Sentinel-2 optische satellietbeelden. Die worden eens in de 5 dagen komt er een satelliet overvliegen. En die maakt eigenlijk in 1 keer een foto, krijg je een beeld van grote delen van Nederland. En dat beeld heeft een resolutie van 10 bij 10 meter. En dat is op dit moment wel open source, dus gratis verkrijgbaar satellietproduct. Met de hoogste, de hoogste resolutie gratis verkrijgbaar satellietproduct. Nou, hieronder zie je even een uitsnede van hun dashboard. Dus hier zie je dan de kaders van deels van Delftland, Schieland. En dan krijg je een overzicht van hoeveel bodemvocht. En dan doen ze een bodemvochtschatting van de toplaag. Hoeveel bodemvocht er nou aanwezig is in de grond. Nou, en dit, zo'n droogtescan geeft een prachtig ruimtelijk beeld. En zegt ook meer van de daadwerkelijke uitdroging. Dus ja, een neerslagtekort is een meteorologische parameter. Bodemvocht is de uitdroging van de grond. En dat is eigenlijk waar we in geïnteresseerd zijn bij uitdroging van dijken. Nou, en is dit nou de perfecte indicator voor droogtemonitoring? Dat is eigenlijk een van de vragen die wij proberen op te pakken in ons onderzoek.
In het onderzoek focussen we ook wel meer dan alleen maar die, het valideren eigenlijk van het satellietproduct. Waar we naar kijken is naar, we proberen een ruimtelijk beeld te verkrijgen van de waterhuishouding in waterkeringen. En dan hebben we het over zowel grondwaterstand als watergehalte. En waarom willen we dat? Omdat we dus dan waterschappen kunnen helpen met doelmatig inspecteren. Maar ook van, waar moet je beheersmaatregelen gaan nemen? Waar wordt het dusdanig droog in de dijk, waarbij het ook echt tot problemen leidt? En dan een aantal vragen die daarbij horen van, zijn de meteorologische indicatoren, geven die nou wel een juist beeld van de daadwerkelijke uitholling van de dijk? Dus is die grondwaterstand en vochtgehalte in de bodem, komen die wel goed overheen met het neerslagtekort? Is daar een relatie tussen? En ook van, zijn er niet andere indicatoren of de satellietproducten die betere of bruikbaardere maatlatten zijn om de situatie droogte in beeld te brengen? Dat is eigenlijk waar we vandaag op zullen focussen. Waar we ook mee bezig zijn is van, hoe erg is nou een droge kering? Dus stel het droogt uit, wat voor problemen ontstaan er dan? Wanneer ontstaan er instabiliteiten? Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Allereerst algemeen over droogteproblematiek. Droogteproblematiek is eigenlijk een heel breed woord. Het kan ook heel breed geïnterpreteerd worden. En eigenlijk komt het erop neer dat verdroging plaatsvindt op heel veel verschillende tijdschalen. Dus dat zie je hieronder wel leuk weergegeven. Dit is uit een paper over hydrologische droogte. En hier links in de linkerfiguur zie je dan neerslag staan. En kan dus periode zijn van weinig neerslag. Veel neerslag kan ook, maar even weinig neerslag. Leidt tot weinig afstroming. Dat leidt weer tot minder bodemvocht of vochtgehalte in de bodem. Leidt tot minder stroming richting de beekjes. In dit geval gaat het dus over hydrologie. En ook tot lagere grondwaterstanden. Maar eigenlijk zoals die pijl ook weergeeft, van, er zit een hele vertraging in het systeem. En daardoor is het heel erg afhankelijk van de casus waar je naar kijkt, wanneer droogte belangrijk wordt. Dus een lage grondwaterstand bij de Hoge Veluwe vindt op een totaal andere schaal plaats dan uitdroging van landbouwgronden. Lage waterstand in de rivier, dat is ook een totaal andere schaal dan waar wij geïnteresseerd in zijn, een uitdroging van een waterkering. Dus dat is goed om te beseffen van waar, als je het over droogte hebt, moet je altijd bedenken van, oké, wat is precies de case waar we naar kijken? Dan wordt het vaak, bij hydrologie wordt het opgedeeld in een aantal categorieën. Maar waar wij dan voornamelijk naar kijken is dus bodemvocht en grondwater. Grondwater is natuurlijk ook weer een breed begrip. In hydrologie is het grote grondwatersystemen. Bij ons gaat het dan voornamelijk over de phreatische lijn. Dus de lokale waterstand in de dijk. Daar zijn wij in geïnteresseerd als we kijken naar de situatie droogte bij waterkeringen. En dat zijn we dan ook gaan monitoren. Op 9 locaties, 10 raaien. Dus in het linker figuurtje zie je de 9 locaties. En bij 1 locatie hebben we 2 raaien gezet. En daar meten we dus de waterhuishouding. En daar verstaan we dus onder die phreatische lijn en het bodemvochtgehalte in de onverzaagde zone. En dat zie je dan hier rechts in een schematische weergave. We hebben op elke raai, dus dat is gewoon een dwarsdoorsnede van een dijk, hebben we 5 pijlbuizen gezet. Daarmee meten we dus vrij nauwkeurig de phreatische lijn, dus het grondwaterstand. En in die onverzaagde zone, daar hebben we bodemvochtsensoren geplaatst. Hier links zie je ook nog mij een beetje ploeteren op de dijk, waarbij we die vochtsensoren aan het plaatsen zijn. Dat geeft weer een beetje perspectief van, papier schematisch ziet er leuk uit, maar in de praktijk is het toch altijd wel anders. Dus ik kom er ook achter van, deze meetopstelling werkt de ene keer wel. Bij een andere dijk zit je opeens een vochtsensor in een grindlaag te plaatsen. Dus dat heeft ook, dan moet je daar rekening mee houden en ook weer bijstellen eigenlijk, want dat heeft weinig zin. Dit is dus wat we meten. En wat zien we nou? Hier heb ik even 2 locaties eruit gepikt. En kijken we naar de uiterste situaties van de grondwaterstand.
Dus de kleuren geven de grondlagen eigenlijk weer. Dus we hebben ter plaatse van, daar staan pijlbuizen ter plaatse van die kolommen eigenlijk. En daar hebben we dus ook het boorprofiel. En groen is klei, paarsachtig is veen en geel is zand. En Hennepslootkade is een kade bij Schieland en Duifvolder is een kade bij Delfland. En hier zie je dus de hoogst gemeten grondwaterstand en de laagst gemeten grondwaterstand in het jaar 2020. En wat je dan dus ziet is dat eigenlijk hele grote verschillen zijn. Nou, dit zijn er twee locaties, maar we hebben natuurlijk ook veel meer locaties. Maar er zijn hele grote verschillen in die grondwaterstanden en vooral ook de uitersituatie. Waarbij je dus bij de Hennepslootkade een verschil van 2 meter tussen de hoogste en laagst gemeten grondwaterstand, is dat bij de Duifvolder maar 0,5 meter. Nou, dit zien we dus heel veel terug. Dan zijn we op zoek naar verklaringen eigenlijk. Nou, behalve dat we dus kunnen kijken naar een uiterste situatie, dus laagst en hoogst gemeten grondwaterstand, kunnen we ook heel mooi zien van wat gebeurt nou in de tijd. Heb ik hier even een filmpje van. Dus hier zie je ook weer die Hennepslootkade. Hierboven zie je weer die dwarsdoorsnede. Hier met gestippelde blauwe lijn is de grondwaterstand weergegeven. En hieronder zie je het neerslagverloop. Dus dat is die blauwe geblokte lijn. En het neerslagtekort, dat hoort dan bij die andere as. En in zijn filmpje, als ik nu ga lopen, dan zie je dingen veranderen. Dus dan zie je die grondwaterstand veranderen. En dat grijze vlak geeft ook die uiterste weer die we eerder ook zagen. Nou, wat je dan ziet is dat eigenlijk in half maart is het nog een hele natte winter. Zie je dat de hoge grondwaterstand is. En vanaf 1 april, eigenlijk in die tweede helft van maart, zie je dat die grondwaterstand hier een halve meter gedaald is. Nou, het neerslagtekort beginnen we pas vanaf 1 april te tellen. Dus dat is eigenlijk al water dat je kwijt bent zonder dat je daar rekening mee houdt met het neerslagtekort. Of ja, misschien is het wel een natte periode geweest, kan natuurlijk ook. Wat je dus ziet is dat het is ook wel grappig om te zien, die tweede in mei zag je dat die grondwaterstand iets sneller ging dalen dan in april. Dat komt dus ook omdat dan die vegetatie meer water gaat onttrekken. Nou, dit is dus 1 juni. Dan zien we dus dat we op dit moment de laagste grondwaterstand hebben in die dijk. Terwijl dat, we kunnen al even vooruitkijken hier, maar je ziet dus nog dat het hoogste neerslagtekort zou nog moeten komen. Nou, dit is dan een maand waarbij het weer wat natter is. Dan zie je wat meer fluctuatie. Nou, en dan zijn we nu eind september en is het eigenlijk alweer voorbij. Dus het is, dat is ook wel goed om te weten. Een droge zomer waarbij je bij grondwatersystemen, als de Hoge Veluwe heel lang last hebt van droogte, valt het hier, is het redelijk eigenlijk heel snel hersteld. Dat was grondwaterstand. We hebben ook vochtgehalte, bodemvocht. Hier heb je hetzelfde, alleen heb je in de tussen, hier heb je grafiekjes met de grond of bodemvochtgehalte. De doorgetrokken lijn is de ondiepste vochtsensor van 20 centimeter diepte. Die gestreepte lijn is 50 centimeter diepte. En die gestippelde lijn is 1 meter diep. Of 75 centimeter, sorry. En dan zie je dus ook van dat het omste beurt eigenlijk gaat uitdrogen. En dat komt dan omdat veelal vegetatie die water onttrekt. En dat zie je dus ook weer. En dat is ook wel leuk om te zien, dat je die versnelling die je hier nu ziet, dat komt hoofdzakelijk dus omdat die planten veel meer vocht uit die bodem gaan onttrekken. En dus ook het water uit de phreatische, dus uit het grondwater onttrekken. Het vochtgehalte reageert heel snel op neerslag en de phreatische lijn heeft daar een wat vertragende reactie. Nou, en dit is dan wat we meten op al die locaties. En dit is dan een gemiddeld beeld van al deze locaties. Hier zie je ook weer twee lijnen. Phreatisch grondwater in rood en het gemiddeld bodemvocht in de bovenste 90 centimeter in blauw. De linker eias hoort bij die rode lijn en de rechter eias hoort dan bij die blauwe lijn. Maar wat je ziet is dat het ontzettend variabel is. Het is echt, soms denk ik wel eens, er is geen pijl te trekken. Maar je bent dan toch op zoek naar patronen. En wat je in ieder geval ziet, dus dat de relatie en gedrag van phreatische lijn en bodemvocht heel erg variabel is. Je ziet gewoon hele grote verschillen.
een aantal patronen zie je wel terug. Dat is dus dat in sommige gevallen is het toe- en afstroming heel erg bepalend voor de grondwaterstand. En dat wordt dan bepaald door de ondergrond en de geometrie. Dus dat zie je weer bij de Duifpolder, zie je dat duidelijk. Het is een vrij steile dijk. En je ziet ook na zo'n winter gaat het eigenlijk, die hoge grondwaterstanden die gaan heel snel terug naar een soort van evenwichtssituatie. Dat komt waarschijnlijk omdat het verval van die dijk best wel groot is. Dus het is ook weer een grote gradiënt in de variatielijn, waardoor ook weer vrij veel stroming plaatsvindt door die dijk. En eigenlijk ook dat je dus een soort van fysisch maximum hebt. Dus het wordt op een gegeven moment hier, lijkt het wel alsof het niet meer droger gaat worden. Ook bij de Bermer is ook wel een grappig voorbeeld van. Hier heb je ook weer, is duidelijk ook dat het voornamelijk de afstroming is. Hè? Alleen is het hier veel trager dan bij de Duifpolder. Bij de Duifpolder zie je die grondwaterstand heel snel dalen. Daarna afnemen. Maar hier zie je een hele trage reactie die langzaam het naar beneden laat gaan. Maar ook weer andere situaties zie je dus dat de vegetatie een belangrijke rol speelt. Dus dan zie je opeens een soort van knik in je uitzakking van je variatielijn. Dus bij de Hemslootkade zie je dat duidelijk terug. Hè? Hier zie je dat toestroming of de afstroming van het water. En dan op een gegeven moment gaat het versnellen. En dat komt dus omdat dan vegetatie een belangrijke rol begint te spelen en meer water uit die dijk onttrekt dan alleen maar plaatsvindt als het water naar een evenwichtige situatie gaat. En datzelfde is ook terug bij de Molenlaan. Ja. Bart, er is ook een vraag. Ja, ik even te zoeken naar het goede moment om het even in te brengen. Ja. Ter verduidelijking. Misschien dat hij iets meer voor Douwe is als beheerder, maar omdat je het ook deelt hebt over vegetatie. De vraag, hè, je bent dus op zoek naar iets waar je goed wat je kan waarnemen en waar je goed de droogte uit kan afleiden. En de vraag die gesteld wordt is, zou wellicht de kleur van de vegetatie je daarbij ook kunnen helpen? Kleur die bijvoorbeeld ook door andere satellietwaarnemingen misschien gezien wordt. Ik heb er zelf ook naar gekeken. We hebben ook op een aantal locaties een camera geplaatst. Een wildlife camera, die maakt dan op gezette intervallen maakt die een foto, waarbij je ook heel duidelijk ziet van hoe dat gewas nou in de tijd verandert en hoe die kleur verandert. En je ziet ook dat het een belangrijke parameter is. Maar ik denk dat er wel iets in te halen valt, maar het is nog wel lastig om dat goed te kunnen duiden. Dus het is wel een leuk idee, maar het is omdat het zoveel, het is afhankelijk van heel veel aspecten. Dus ook als je die vegetatie bekijkt, de kleur van de vegetatie is ook afhankelijk van welke vegetatie kijk je nou naar. Is dit gras of is dit een kruidensoort die heel diep wortelt? Zitten we in een kleidijk of zitten we in een zanddijk? Zitten we in of veen? Dus het is heel erg afhankelijk van wat er nog meer gebeurt, denk ik. Hoe die vegetatie gedraagt. Maar het is zeker een indicator van wat er nou gebeurt in die dijk. Dus dat. Die vegetatie is een belangrijke rol. Nou, bij de Molenlaan zie je dat ook. Hè. Je ziet hier ook weer een bepaalde trend van grondwaterstand die naar beneden gaat. En die wordt op een gegeven moment ook weer versneld. En dat komt dan ook omdat de vegetatie daar een belangrijke rol begint te spelen. Oh ja, hier nog even een fotootje van. Nou, je ziet dus ook, het is vrij kruidenrijk daar. Nou, en dat kan dus een teken zijn van dat dus kades zijn waarbij meer water wordt uit onttrokken. Dus bloemrijke dijken, ik vind het een mooi concept. Biodiversiteit is ook belangrijk. Maar je moet er ook stil bij staan dat het. Ze kunnen beter overleven in droge zomers, omdat ze dus dieper hun water kunnen onttrekken. En dat heeft natuurlijk ook wel weer invloed op de hoeveelheid water die in de dijk overblijft. Dus het heeft zijn voor- en nadelen en daar moet je denk ik bewust van zijn. En als we dan kijken naar hoe goed doen de droogteindicatoren ten opzichte van de waterhuishouding. Dan schrik je soms wel eens. Hier zie je dan de relatie tussen neerslagtekort en bodemvocht in dijken. Voor een drietal meetlocaties. Bermweg, Hennepsloot-Kade en Duifpolder. En hier is dan steeds het neerslagtekort uitgezet ten opzichte van het vochtgehalte. Dat is dan vochtgehalte in het gehele profiel. En hier zie je dus eigenlijk dat het op bepaalde plekken is het,
is er een duidelijker verband. Dus Duifpolder heb je wel een wat beter verband. Maar de Bermweg en de Hennepstadkade geven toch wel hele grove relaties weer. Waarbij je de laagste bodemvocht gemeten, bijvoorbeeld bij de Hennepstadkade, komt niet overheen met het hoogste neerslagtekort. Nou, dat betekent dus eigenlijk al dat je de meest droge situatie niet goed in de vingers hebt met de droogteindicator van neerslagtekort. En hetzelfde zie je eigenlijk ook bij Duifpolder en bij de Bermweg. Nou, dat de droogste situaties op een ander moment voorkomen dan we eigenlijk denken. En ditzelfde zie je, naast bodemvocht zie je dit dus ook terug bij phreatielijn. Alleen is het daar nog een stukje complexer. Bodemvocht is directer gerelateerd met de meteorologische droogte dan de grondwaterstand, omdat daar dus veel meer aspecten een rol spelen, wat ik eerder ook al liet zien. Dat over de droogteindicatoren. En wou ik nu eigenlijk wat vertellen over remote sensing, maar kan ik helaas niet. Het is wel onderdeel van het onderzoek. Maar ook de partij die eigenlijk het satellietproduct ontwikkeld heeft, die is nog bezig met de calibratie van hun product. Dus ze hebben wel een werkend product, maar ze gaan het ook nog extra fine-tunen voor dit onderzoek. En zodra dat gereed is, kunnen we ook die vergelijking maken met remote sensing. Dat gaan we dus vergelijken met al die veldmetingen die wij aan het doen zijn. Afsluitend, dat eigenlijk de ontwikkeling van droogte in dijken is een complexe samenhang van verschillende fysische processen. Dus we hebben gezien droogteindicatoren als neerslagtekort hebben een beperkte relatie met de daadwerkelijke droogte in een dijk. En we zien dus dat veel meer aspecten een belangrijke rol spelen. En meer dan alleen ondergrond en meteorologie zijn dus ook vegetatie die bepalend is voor wateronttrekking, maar ook hoeveel water kan er naar binnen. Hè? Want als je heel veel grote vegetatie hebt, kan er ook minder water de dijk inkomen, omdat het daar blijft hangen als interceptie, noemen ze dat dan. Maar ook dus de geometrie van de dijk is ook een belangrijk aspect, wat denk ik veelal niet wordt meegenomen. En we zien dus dat veldmetingen wel inzicht geven in die verdroging en ook kwantitatief maken. Dus dat is denk ik ook wat wel heel vaak wordt gezegd, of ik hoor wel eens voorbij komen, het lijkt alsof dit gebeurt, het lijkt alsof dat gebeurt, maar met metingen kan je het wel echt kwantitatief maken. En dat maakt het niet altijd simpeler, dus dat hebben we ook gezien in het onderzoek. Het is ontzettend lastig om alles goed te kunnen interpreteren. Maar een lastige keuze met de juiste informatie dan een makkelijke keuze met beperkte informatie. Dat is denk ik wel een mooi streven van, we moeten niet onze oogkleppen opdoen op datgene waar we nu mee bezig zijn, maar ook breder kijken en juist kijken van wat zien we in het veld gebeuren. En dan als laatste afsluiten van, gaat remote sensing helpen om de droogte te monitoren? In dit jaar weten we dat meer. Weten we hopelijk het antwoord. We gaan het dit jaar bekijken. Dan gaan we eigenlijk de veldmetingen naast de satellietmetingen zetten. Kijken hoe dat ten opzichte van elkaar verhoudt. Dit is denk ik ook van hoe veldmetingen kunnen bijdragen. Van ondanks dat het het niet simpeler maakt, maar juist complexer maakt, is het misschien wel het juiste pad naar het juiste antwoord. Dankjewel. Mooi, dankjewel Bart. Ja, dat laatste plaatje, dat sluit natuurlijk ontzettend goed aan op Do Fact Matter. Maar ik voel ook wel enigszins met jullie mee in het onderzoek van dat het nou niet fijn is als de correlaties ontzettend lastig te vinden zijn. Maar ik zie in de chatbox dat er van diverse kanten eigenlijk natuurlijk goed wordt meegedacht. Er is natuurlijk goed geluisterd, maar er wordt ook meegedacht. Er wordt gekeken van, zou dat misschien ook nog kunnen meespelen? Zo wordt er gevraagd van, hoe zit het met de buitenberm, een eventuele beschoeiing aanwezig? De ligging is genoemd, dus de oriëntatie op de zon.
De steilheid heb je zelf al genoemd van het talud. En Leon Evers heeft het over de verschillende grondsoorten en lagen, die ook niet bepalend zijn hoe droogte en grondwaterstand zich tot elkaar verhouden. Nou, daar heb je, meen ik, in het verhaal al iets over laten zien. Met die verschillende profielen en die grondsoorten die in die boringen zichtbaar waren. Kun je misschien even reageren op een paar dingen? Ik weet niet of jullie de chatbox nu zelf ook even bekijken. Maar of je daar bijvoorbeeld die ligging op het, de oriëntatie op de zon. Ja, dat, ik heb daar ook naar gekeken. En dat, het is eigenlijk omdat het is zo ja, eigenlijk niet triviaal. Je hebt heel veel parameters die iets bepalen. Dat het soms lastig is, omdat nou, we hebben 10 meetlocaties. En bij al die 10 meetlocaties veranderen we altijd wel wat dingen. Hè? Zowel ondergrond als vegetatie, als ligging, als nou, van alles, als geometrie. Dat je soms, in die zin is 10 meetlocaties weer heel weinig. Dus dan is het lastig om dat te kunnen duiden. Maar ik heb net gekeken naar die vochtsensoren, die meten ook temperatuur. En dan kan je dus ook mooi zien van wat is het temperatuurverloop in de dijk. En nou, je temperatuurverloop zegt ook weer wat over de straling, dus de zonnestraling. En je ziet daar wel een, nou, je ziet dus wel op zuidelijk georiënteerde dijken, zie je iets meer temperatuurfluctuaties. Dus dat die wat warmer zijn, maar ook meer dag-nacht, grotere dag-nacht fluctuaties. Maar tegelijkertijd wordt dat ook weer beïnvloed door vegetatie. Dus dat is het lastige. Van als ergens lange vegetatie staat, kan er ook minder straling naar binnen of de grond inkomen, omdat het meer door de planten wordt opgenomen. Dus dat zijn allemaal. Wat ik in dat kader wel leuk vond om te zien, was dat ik op een gegeven moment door Bart werd gebeld van: kan het zijn dat er gemaaid is op de locatie? Want ik zie dat de meetreeks een knik heeft. Dus sommige dingen kan je toch ook wel heel scherp uit analyseren. Want dat was dus ook zo, begrijp ik. Dat was ook zo, ja. Ja, je ziet inderdaad dus de dag-nacht fluctuaties zie je ook terug in je bodemvocht. Dus overdag zijn planten die onttrekken het water, of die trekken eigenlijk aan het water omdat ze bezig zijn met fotosynthese. En dan zie je dus de bodemvocht wat omhoog gaan en 's nachts doen ze dat niet. En dan zijn ze niet bezig met water onttrekken en dan gaat het iets terug of zie je het niet veranderen. Dus dat die cyclus zie je terugkomen. Dan zie ik een vraag van Roland Eemhuis. Die vraagt zich af of je al weet welke vorm of vormen van remote sensing jullie straks zullen gaan toepassen in het onderzoek. Om te kijken dus naar die droogte. Dus dat zijn optische satellietbeelden. Sentinel 2 is dat, als ik het goed heb. En die heeft dus volgens mij ruim 10 of 12 verschillende banden in het elektromagnetische spectrum. En Miramap heeft dus iets slims bedacht om bodemvocht te schatten op basis van die banden. Dus, RGB zijn 3 verschillende banden. En bodemvocht, of überhaupt vocht in de bodem, die relateert het best met de wat hogere golflengtes, de grotere golflengtes in het elektromagnetische spectrum. Dus waarschijnlijk gebruiken ze die om de bodemvocht te schatten. En nou is het zo dat wij kijken naar hun product. Maar zelf weten we niet. Zij hebben een bedrijf hierin opgericht. Zij zijn ondernemer en het is niet aan ons om precies te weten wat zij doen. Maar het is nu in ieder geval kijken van hoe goed doet hun product ten opzichte van de veldmeting. Dus maar we kijken in ieder geval naar optische satellietbeelden. Wat dat als nadeel heeft is ook dat als het bewolkt is, dan heb je dus ook geen metingen. Het voordeel is dan weer dat als het bewolkt is, het waarschijnlijk ook minder hard uitdroogt. En die satelliet die komt eens in de 5 dagen langs. Dus iedere 5 dagen heb je een nieuw beeld als het niet bewolkt is dan. En Douwe, nu jij toch aan het woord bent, je bent tegenwoordig een van de 3 beheerders die meedoet in dit onderzoek.
Hoe kijk jij nu, jullie zijn nog een jaar bezig, meen ik. In ieder geval, er ligt ook nog een hele tijd voor je. Maar hoe kijk jij nu als beheerder aan tegen de eerste resultaten? Want uit het verhaal van Bart blijkt toch wel dat het geen appeltje-eitje is om de correlaties goed vast te stellen tot de dingen die je kunt bepalen in de dijk. Ja, dat is... Aan de ene kant hadden we natuurlijk wel gehoopt dat je er een prachtige nieuwe formule uitkwam. Waarbij je het gezegd van nou, als je neerslag en de temperatuur in deze formule stopt, dan weet je precies wanneer je kering uitdroogt. Nou, dat blijkt dus dat er niet uitkomt. Maar dat is ook wel heel belangrijk om wel te weten. Dat gaf ook wel aan dat we vanuit beheerervaring weten van dat je echt buiten moet kijken om te zien hoe droog het is. En daarom vind ik het dus ook heel belangrijk om dat we nu ook meten aan de verdroging. Als dat met satellietbeelden straks kan, dan is dat heel waardevol. En anders dan is het misschien waardevol om op nog meer plekken met bodemvochtsensoren de daadwerkelijke verdroging van de kering te monitoren. Zodat we dat kunnen meewegen in onze vraag of we moeten gaan inspecteren. Maar het blijft een afweging van allerlei verschillende factoren. En wat ik in ieder geval wel interessant vond om te zien, was dat die vernatting op een aantal locaties veel sneller gaat dan dat we zouden in het verleden schatten op basis van neerslagtekort. Of SPI, SPEI, andere indicatoren. Ja. Nu presenteren jullie dit verhaal gezamenlijk hè, hier op dit kennisfestival. En uiteraard zijn we daar zeer erkentelijk voor. Maar wat zou je feitelijk ook willen bereiken daarmee? Dus hebben jullie vanuit de kant van het onderzoek of de beheerderszijde, hebben jullie ook vragen aan het publiek wat hier zit te luisteren? Ik ben wel benieuwd of andere mensen nog andere ideeën hebben over indicatoren die je kan gebruiken voor je verdroging. Dus inderdaad, ik gaf wel aan, je hebt neerslagtekort en SPI. Maar misschien zijn er mensen die nog wel denken van kijk ook hier naar, neem dit aspect mee. Er zijn al een paar goede suggesties gedaan over dingen die invloed kunnen hebben op verdroging. Misschien weten mensen nog wel meer. Ja, en zeker tegen die mensen die zeggen, joh, maar ik heb net ook iets ingetypt en dat is nou net niet voorgelezen. Ik probeer zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de reacties. Maar wees dan in dat geval toch gerust, want uiteraard slaan we de reacties in de chatbox op en zijn die ook straks voor de onderzoekers weer beschikbaar. En Bart, jij gaf eigenlijk aan, het zijn zoveel parameters die je kunt beschouwen. En we hebben op dit moment 10 meetlocaties. Is natuurlijk best wel wat, maar wellicht zou je er nog meer willen hebben. Dat weet ik eigenlijk niet. Is er überhaupt mogelijkheid voor andere beheerders om in te stappen? Ja, dat is er zeker. Het is, we hebben nu een jaar gemeten. En dat geeft mooie inzichten. We gaan nog een jaar door. En als beheerder zou ik zeggen van, nou, ik wil eigenlijk ook wel wat meer weten van wat gebeurt er nou met de waterhuishouding van mijn keringen. Regionale keringen focussen dan in dit geval op. Neem dan vooral contact met me op. Want dat bij ons, het helpt ons om beter inzicht te hebben in de verscheidenheid van uitdrogingen bij verschillende keringen. En ook het helpt ook beheerders om gewoon grip te krijgen op de situatie droogte. Dus ja, de toekomst laat zien dat het vaker droog gaat zijn. Nou, en dan is het wel handig om te weten van wat gebeurt er nou eigenlijk met mijn kering in deze droge periode. Dus hoe snel gaat het? En dat kunnen we met deze meting wel heel duidelijk inzichtelijk maken. En proberen we ook echt die vertaalslag te maken naar een ruimtelijk beeld. Zodat je op basis van je hele areaal informatie krijgt. Dus mensen kunnen aansluiten. Hartstikke goed, dankjewel. Ik zie dat er ook een reactie is van Oscar van Dam van Delfland. Dat is overigens ook een van de waterschappen waar een aantal meetlocaties zich bevinden. Oscar, wil jij misschien jouw vraag over het nevendoel naast kennisontwikkeling misschien nog even kort toelichten? En hou het kort, want we hebben nog maar een paar minuten de tijd. Ja, een van de redenen waarom wij als Delfland zijn ingestapt in dit project is de toch op dit moment bijna jaarlijks terugkerende
grote inspanning die we moeten leveren tijdens de droogteinspecties. Dus de wijze van droogteinspecties zoals Douwe dat net schetste, dat wijkt niet heel erg af zoals we bij Delfland doen. En ja, een van de doelen die wij gewoon gesteld hebben, waar kunnen wij gewoon onze inspecties efficiënter inrichten? Kunnen wij op de juiste plek, op het juiste moment gaan inspecteren qua droogte? En daar zijn natuurlijk die satellietbeelden heel erg belangrijk voor. Dat is zeker een van de dingen waarom wij nu meedoen. Ja, dankjewel. Ik wil nog twee vragen over het uitzakken van de boezem of het opzetten van teensloten. Ja. Ik denk dat je daarbij allebei wel kan constateren dat je nooit een groter effect krijgt dan de hoeveelheid dat je uitzakt dan wel opzet. Dus ja, en in veengebieden liggen de waterstanden vaak redelijk hoog. Dus nou ja, met 5 centimeter opzet ga je denk ik op een grondwaterfluctuatie van 2 meter weinig effect weer verkrijgen. Misschien dat Bart dat anders ziet. Nee, ik denk, je ziet eigenlijk ook bij je grondwaterstand in de kruin fluctueert het minst. En misschien dat met de verandering van je pijl verandert dat wel iets, maar de verandering op je talud, dat, nou, daar vindt de echt grote uitdroging plaats. En dat is denk ik minder afhankelijk van het pijl. Daar heeft 5 centimeter niet zoveel invloed op, verwacht ik. Ja, dankjewel. Nou, daarmee zijn de vragen, want daar had ik anders zelf ook even aandacht aan willen besteken, de vragen van Pieter Jan ook aan de orde geweest. Ja, er is nog ruimte voor één laatste opmerking. Als iemand nog met iets heel brandends, een brandende kwestie zit, maar te beleefd was om de vraag al te stellen. Of dat iemand zegt, ik had een vraag gesteld, maar heb je nog geen aandacht aan besteed? Daarin. Is er nog een vraag over besproeien? Dat hebben we niet gedaan binnen deze proef. We hebben het wel overwogen, maar we hadden gelukkig ook echte regen. Dus was het niet nodig om te gaan besproeien. Oké, dankjewel. Ik kijk even naar de tijd. We hebben nog 3 minuten ongeveer tot de volgende sessie. Ik denk dat dit een mooi moment is om te gaan afronden. Bart en Douwe, vanuit de organisatie van het Kennisfestival wil ik ook jullie natuurlijk bijzonder hartelijk danken voor de bijdrage, het heldere verhaal. Ik voel wel enige compassie met de worsteling van het onderzoek. Niet alleen dat je soms op het veld, in het veld moeilijke dingen moet doen, zoals je zo leuk liet zien aan de hand van die ene foto, maar ook hoe ga je al die ingewikkelde relaties, al die ingewikkelde data en moeilijk te vinden relaties duiden. Maar ik vind een spreuk die je ergens langs liet komen, half op het einde, liever een lastige keuze op grond van de juiste informatie dan gaan voor een makkelijke keuze op basis van gebrekkige informatie. Dat vind ik wel een heel mooie en terechte opmerking die natuurlijk ook naadloos aansluit op dit kennisfestival. Dus ik wil jullie danken voor jullie verhaal. Ik zou de volgende sprekers zo meteen willen vragen om hun presentatie al te gaan delen met ons. Dan wachten we een paar minuten, omdat er wellicht vanuit andere hoeken van het festivalterrein nog mensen hier naartoe gesneld komen. En dan gaan we over, nou, ongeveer een minuut gaan we dan weer verder. Allemaal bedankt.